It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. Vandaag spelen we een potje team damage op de map. Combine natuurlijk mijn favoriete map uit de maps tot in de regular gameplay. Dat is natuurlijk Nuketown is mijn favoriete map met Combine. Dus we gaan vandaag spelen met de VMP submachine gun met daarop een long barrel grip en natuurlijk extended max en een ja, we gaan natuurlijk kijken of we daar een chill potje kunnen gaan neerzetten. Natuurlijk speel met de UAV, Wraith en de Hater vast die ik altijd gebruik en natuurlijk de side specialist omdat ik ja, level 41 ben at the moment. Jullie hebben al deze hele week al gezien dat ik level 40 ben of zo. Maar dat boeit niet. We gaan gewoon, gewoon lekker proberen een potje neer te zetten. Vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog aan te laten. Natuurlijk help je mij enorm. En we gaan hier wel horen op. Dat is onze eerste slachtoffer. Maar ik ben zijn eerste slachtoffer. What the fuck? Hij heeft ook een VMP. Nou, mij 1 was waarschijnlijk dan iets slechter. Want, anders had ik hem wel kunnen hebben natuurlijk. We moeten gewoon een beetje geconcentreerd spelen. Een beetje opletten hoe we onze kogels gebruiken. Er moet alles goed komen. Met dit wapentje wel in ieder geval. Want het is een beest van een submachine gun, vind ik zelf. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Want hij kan ook soms best wel een long range distance schieten, vind ik. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. Let's go, UAV is binnen. Holy shit, in mijn rug. Woe! We overleven dit. Nee, en dan ga ik op zo'n kut manier dood. Nee! Oh, waarom? Waarom? Maar ja, we gingen al over een lekker beginnetje natuurlijk. Zo, ik heb hier echt geluk. Ik had geen... Nee, kak! We hebben ook een VMP. Die goos die hebben ook een VMP. Dat gaat gewoon echt een strijd worden. Wie als eerst schiet heeft dan gewoon gewonnen. Tenzij je aim echt kak is op dat moment. Maar in zo'n geval, als je hetzelfde wapen speelt met dezelfde attachments. Dan heeft het gewoon met reactievermogen slash aim te maken. Maar we maken natuurlijk ook mooie sidekills. Ik heb ook een UAV enemies. Beware! Laat ze maar gewoon om afkomen. Let's go. Ik wacht ze wel op. Ik zei je mooi achter een head glitch. Heb jij een teammate? Teammate heeft er niet. Ik ben weg hier. Later. Oh, die zit. Komt er eens vanaf deze kant? Of niet? Die zit binnen. Go. Ik heb bijna mijn vape in. Die wil ik even halen. Dus gaan we even iets rustig spelen. Niet echt op afrennen. Maar ook niet gaan campen. Dus we gaan even, even afwachtend spelen. Komt er lekker hier in naar boven. Sowieso. Of zit hij buiten? Daar komt hij. Ja, komt hier. Kom maar. Zo, nog 20 punten. Ah, ik choke mijn hater, maar ik heb mijn Wraith in ieder geval. Ik had een 10 streak. Oh, kut, ik roep mijn Wraith helemaal buiten de map in. Ik ben zo mongol. Ah. Ah, beter maakt hij wel gewoon kills. Ah, hij doet het wel gewoon. Gelukkig. Ik ben, wow, ik had een quad. Holy shit. Die killfeed, doe. Die killfeed, gek. Holy shit. Er stond gewoon 5 of 6 mannen in voor mij. That's how we roll, bitches. Kom op, Wraith, maak wat meer kills. Oh, ik weet niet waardoor ik ben geraakt. Nee. Ah, kak. Ik was te laat weg. Ik had bijna mijn UAV binnen. Ga lekker hoor, 32,6 op dit moment. Nog 10 kills gemaakt, of 11 kills gemaakt worden. Nu nog 10. Dat is gewoon prima, dat is gewoon helemaal prima.
helemaal prima. Oh, mijn teammate heeft ook nog een raid. Niet. Nee, dat was mijn raid die wegging. GG Chesto. Ah, fucking genius is dit, jongens. Holy shit, we hadden echt gewoon een 4.25 KD in TDM. Dat is best wel knap. Nu zijn het niet de beste mensen waar we tegen spelen. Maar alsnog. Het is niet verkeerd, laten we het daarop houden. Nog één kill gemaakt. Zit hier. Let's go, ik heb er weinig kill. 95,8 is ons eindscore natuurlijk. Dus, best wel chill potje. Of best wel chill score voor een 10 damage potje. Dus, ja. Mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. 55 likes, helemaal mooi. Helemaal mooi. Dus, ja. Ik bedank jullie tijd natuurlijk voor het kijken naar deze video. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus super bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende keer, mensen. Doei!